over in de 3,5 ton. Zelfs daar hebben we de 5,5 ook gedaan aan de Kees de Groot. Eerste doorgang 66-10. Daarna slipmaat de lidkort. Dus moeten wij eens even kijken hoeveel leergeld er daar in ieder geval van de rekening gehaald is. Klinkt er mooi in. Net zo goed klaar als de Ford 4000, maar iets hoger geschakeld, dus zal iets minder meters op deze wijze kunnen rijden. Maar het is wel hoe ze wilt rijden, oftewel het maximale bereid. Waarbij de 78-10 Dennis Bouter. Bouter moet ik altijd John Benk aan die slager en molenaar geven aan mevrouw. De zes pitten. Ook op enkellucht. Het is eigenlijk een beetje een wedstrijd in een klasse. Tussen de enkel en de dubbellucht combinaties. Strak aan de plank. Lichtjes sturend. Levend in twee werelden. Oftewel, als ik naar de kleur van de velg kijk. Probeer hem schuin door te steken vanaf die 78 meter. Maar dan komt even zo goed die duiding bij die enkellucht er weer onder. Zoals ze dat eigenlijk al meer gezien hebben en van meerdere hebben vastgesteld.